Misschien is het niet leuk om te zeggen dat je schoonvader ook in het publiek zit. Althans. Wat? Ja, zeg het er zelf, Kloos. Ja, dat weet ik. Dames en heren, welkom bij de Cancel Show. Ja, de Cancel Show seizoen 2. We zijn helemaal terug en met betere gasten dan ooit. Een leuker nieuwe decor dan ooit. En vandaag is hetzelfde concept als altijd. Je kan hier juist gecanceld worden door woke antwoorden te geven. Dus doe het vooral niet. We hebben weer twee nieuwe leden in allebei de teamcaptains. De teams gestopt voor de duidelijkheid. Niet in de teamcaptain zelf. Oh. Oh. Laten we eens even allereerst voorstellen. Aan mijn linkerkant, Dennis Schouten. Ja. En aan mijn rechterzijde hebben we ook direct Jan Roos. En we hebben voor beide heren ook even een filmpje gemaakt voor jou thuis, zodat jij enig idee hebt wie deze mannen nou zijn, mocht je nog niet kennen. Laten we beginnen bij die van jou, Dennis. Mevrouw, jodenkoekje. Zo. Nou, doe eens normaal. Er ligt inmiddels iemand op de grond. Ja. Wie ligt daar? Mijn moeder. Dag meneer Heukerot. Oh, nee, dat doen we niet. Jan Roos gaf aan dat hij het lammetje zou slachten. Het biggetje is gewassen. Het enige wat over is, is een geknakte roos. Als je journalist bent, dat kan ik u ook aanraden, moet je enige vorm van objectiviteit proberen te hebben. Ik heb er gewoon gefaald, Ron. Ik had gewoon gefaald. Al mijn overwinning op een rij. Al overwinningen. Van WNL tot Pound tot... Ah, doe je kop, vet. Ja, mag ik ook even een daverend groot applaus tot de Hugh Hefner van Comedy Nederland, Fabian Franciscus. Ja. En dan ook natuurlijk een daverend applaus voor de bottom bitch van deze Hugh Hefner, Rick Broers. Ja. En om vooral even in de stemming te komen, even een simpele ja-nee vraag voor beide nieuwe gasten, Jan en Dennis. Vooral te beginnen bij jou. Jij hebt ooit een keer in een vaag ver verleden mijn vriendin zwanger gemaakt, Dennis. En die zag ik jou net bij mijn nieuwe vriendin haar een hand geven. Moet ik me zorgen maken? Nee. Nee, dus dan ben je toch homo. En dan voor Jan, is hij homo? Nou, laat ik zo zeggen. Dennis heeft haar in laten planten. Hij gebruikt gezichtsbruiner. Hij zoent af en toe met een kerel. Maar is hij homo? Wel, nee. Dan gaan wij direct door naar de eerste ronde. Kijk eens. Ja. De eerste ronde is direct de dilemma-ronde. Beide teams krijgen een dilemma voorgelegd en het is aan de teams om te bepalen welk van de twee dingen in het dilemma zij het liefste zouden willen. Voor jou, Rick. Of je moet voortaan altijd 100 euro geven bij een deur-aan-deur collecte als die bij je langskomt. Of je moet één keer per maand naar het Sophia Kinderziekenhuis gaan en daar 2 minuten rond gaan lopen met een protestbord. Stichting Kika kan zelf de kanker krijgen. Ik heb wel ooit een video gemaakt, al een beetje met dat idee, omdat er van die mensen van Kika altijd voor de Unie stonden, ook om mensen lastig te vallen. Ja. Ja, dat vind ik heel naar. Het is oprecht wel gewoon naar, die langs de deur of aanspreek. Is dit jouw gewone stem? Ja, ja. Ik, was toen in ieder geval wel klein. Als iemand in goede tijden, slechte tijden, iemand speelt die stoned is en zo praat, denk je, overacting, denk je dan. Wordt geen Oscar dit. Nee, maar leuk. Ja. Dus, kort gezegd, Kika kan voor jou de kanker krijgen. Ik zou denk ik wel een beetje zo met dat bord lopen, maar... Ik denk ook niet dat iemand je echt aan durft te spreken of zo. Waarschijnlijk kom je er wel een soort van mee weg. Hé, hey, weet je dat hij 28 is? Ik had echt verwacht dat uit Bergen heb ik hem al eens een keer gezien. Volwassen man. Dat wist je net helemaal niet meer. Oké. Okay. En ik denk, hij heeft zijn krant een jongen meegenomen. Hij is 28. Laten we gauw verder gaan naar het volgende dilemma. Voor het team van Dennis. Of je moet elke dag opnieuw naar de bibliotheek gaan en vragen om het boek Waarom heb ik toch zo'n diarree van Philemon Wesseling? Of je moet elke week naar het zwembad gaan en tegen de badmeester zeggen dat je per ongeluk in het water van het peuterbadje hebt gepoept. Dat eerste, want wij hebben de familie al heel lang problematiek met de stoelgang. Dat is waar, maar dat kom ik misschien toch... is het niet leuk om te zeggen dat je schoonvader ook in het publiek zit. Wat?
De vader van zijn vriendin zit ook in het publiek. Zit hij in het publiek? Die zit in het publiek, ja. Ik zie hier direct allebei heel moeilijk. Ja, ik weet niet waar dit over gaat. Dit is een vooropgezet complot. Ja, jammer. Ik heb dit oprecht niet met Fabian doorgenomen. Ik ga wel zeggen, we hebben vooraf over gehad. Met Fabian heb ik niets gezegd. Wat is er aan de hand met je schoonvader in het publiek? Ik weet niet waar dit over gaat. Ja, zeg het er zelf, Kloos. Ja, dat weet ik veel. Ik weet alleen dat hij hier is. Ik weet alleen dat hij... Ja, die is van Stichting Stoormaatje. Stichting Stoormaatje? Maar ik wou ook bij mijn eigen familie houden. Jan heeft die man beledigd. Dus nee. Lekker bij jijzelf houden, niet? Sorry zeggen. Nee. Wat ik... Ja... Ja, doe even dan. Kijk, het was misschien niet handig. Het was misschien ook niet aardig. Kijk, ik heb ze gesuggereerd... Maar ik heb geen medische opleiding, hè. Dat je mogelijk een stoma krijgt door anale seks. En Dennis, ja, ik dacht dat dat grappig was, maar ik had nooit verwacht dat ik de beste man ooit in een ruimte zou tegenkomen. Dus nou, ik wou net wat over mijn moeder vertelde, over het weggewolf. We hadden zo'n speciaal asbakje voor op het toilet. Ja? Want anders kon ze niet, dus zat ze altijd te roken. Ja. We krijgen gewoon een preview van het boek voor je. Het is gewoon ik heb het echt wel 18 keer gehoord. Ja, anders lukt het niet. Heeft jou verteld dat ik smet geweest heb? En mijn zusje die gebruikt wat van die zakjes, zeg maar, anders ging het niet. Ja, nou ja, dat is heel lang zakjes? Wat voor zakjes? Ja, van die zakjes die dan de aandrang... Waar gaat dit over? Je moeder had zakjes op de wc? Nee, mijn zusje, mijn moeder rookte een Berkey. Ja? Marlboro Gold. En jouw zusje, gooi die dan zakjes onder de deur of zo? Nee, die had van die poedertjes. Die doe je wat met voor water. Poedertjes? Ja, dat weet ik gewoon. Veel. Drugs? Nee, dat je kunt poepen. Dat de boel een beetje doorloopt. Maar is het niet zo dat als je zo'n zakje hebt dat je dus niet meer naar de wc moet? Nee, juist. Of hebben we het niet meer over stoommaatjes? Nee. Ja. Ik weet het ook niet. Ik snap er helemaal geen. Je hebt gewoon van die zakjes, dan neem je dat met water en dan moet je die direct poepen en dan loopt het eruit. Kuppensoep! Nee! Jij bedoelt gewoon een laxeermiddel. Ja, een soort van laxeermiddel. Oh, zeg dat dan, jongen. Ja, jouw dilemma is moeilijker dan die van Bardo. Man. Dus jouw moeder rookt op de wc met laxeermiddel? Nee, dat deed mijn zusje, dat laxeermiddel. Oké. Okay. Zullen we door naar de volgende vraag? Nee, nu wil ik weten wie rookt op het toilet. Je moeder. Mijn moeder. En wie deed die zakjes? Mijn zusje. Maar je moeder kon niet naar het toilet en dan heeft je zusje die zakjes gedaan. Vind je het gek dat niet werkt? Nou, mijn moeder had ook beter van die zakjes. Heb je allemaal LPO? Het antwoord op is nee. Maar goed, het verschil is die zakjes werken beter. Want mijn moeder gaat laten aanbijen van de aandrang. Ja, jongens, daar ben ik aan. Je bent me echt heel erg verloren nu. Ja, ja. Zwembad. Ja. We begonnen allemaal met een zwembad en een bibliotheek. Hoe zit het zo uit dan? Ja, ik ga naar die toch Filemon Wesseling. Dat hele verhaal van aanbijen en zo. Ik weet de hele vraag niet. Ik ga hem ook niet opnieuw oplezen. Ik geloof het. Ja, dankjewel. Ja. Shout-out aan de moeder van Dennis. Als je een keer mee wil kijken, dan... Leuk, ja. De deur is altijd open. Nu gaat ze naar de politie. Nu gaat ze... Is als ze genoeg wordt... Ik mag niks zeggen over jouw moeder. Ja, van mij wel, maar dan gaat ze naar de politie. Tegen mij of tegen jou? Ja, tegen degene die dat uitzendt. Nou, dan hoi, aangenaam politie. Ik ben Bardo Ellens. Leuk jullie te ontmoeten op deze manier. Ze heet Ingrid. Ingrid. Hallo Ingrid Schouten. Nee. Hey Ingrid. Ik zit hier met jouw zoon en hij zou het fijn vinden dat als je advies kan geven. Allemaal over die moeder, joh. Dat was dood. Elk fucking interview die man krijgt, begint hij over... Ja, ik heb een moeder, ik ga niet meer om. En die gaf me vroeger pilletjes omdat ze dacht dat ik een beetje gestoord word. Die gast is knettergek, dat wij gewoon gelijk. Die vriend is standbeeld. Dat is echt... Nou, ik hoorde wel net een miniscoop van jou voor de uitzending. Ja, daar komt binnenkort een boek over. Er komt een boek over? Ja, ja. Over jouw moeder. Een boek over zijn moeder, nou, dat is een gedeelte gaat ook over haar, ja, belangrijk. En wat zal de draad zijn? Dus wordt het lieve woorden voor je mama? Of? Nee, wel kritisch. Wel kritisch? Niks voor jou, vind ik dat. Nee, goed. Maar ja, de waarheid moet ook geschreven worden, toch? Leuk. Zeker. Geniet ervan, Ingrid toch? Ingrid. Ja, maar als ze weer een rijke man treft, dan wordt de achternaam nog wel veranderd. Nou, oh, dat verandert hier. Wat wil je zeggen, vader? Waar woont ze? Enschede. Welke straat? Enschede. 36. Zwattepechow 107. Is het zo, even voor mij weten, dat degene die deze video uploadt is strafbaar, toch? Ja. Voor jou, Rick? Nou, ben ik het opeens gedaan. Nou, ik heb niks gezegd, gewoon deze hele ronde. Bewust gewoon heel netjes. Dat je weet dat dit gebeurt en dat je nog je bek houdt ook. Laffe hond, joh. Oh, god. De volgende is voor team van Rick, voor jou, Rick. Wil je dezelfde hebben als die van hun nog? Nee, ik wil een betere vraag. Je wil een betere vraag?
Nou, dat kunnen we doen. Deze is misschien leuk. Ah, leuk. Ja, leuk. Met wie zou jij eerder doen? Je vriendin in het lichaam van je moeder of je moeder in het lichaam van je vriendin? Oh, dit is een hele leuke. Ik heb er heel uitgebreid over nagedacht. Wat? Dit staat letterlijk niet op de kaartjes. Je moeder in het lichaam van je vriendin en dan drogeren. Zodat ze niet bij bewustzijn is. En dan heb je gewoon seks met het lichaam van je vriendin. Uitgespeeld. Dank je. Hoor je niemand over. Derde ronde! Tegenwoordig, omdat ik zelf bij de vorige keer dacht, ja, ik kan zelf wel punten gaan roepen en wat dan ook, dacht ik, weet je wat leuker is? Ik ga mijn nichtje erbij betrekken. Mijn achternichtje, die heeft een klassieke achtergrond, die is goed creatief, is heel erg goed geëngageerd met Mozart, Beethoven, Bach. Dus daarom, dames en heren, geef even een applaus voor de tussenstand. En die wordt gegeven door mijn nichtje. De stand is 4-2 voor het team van Dennis. Nou, op naar de volgende ronde. Maar waar de fuck hebben die gasten punten voor gekregen? Dat vooral bij moeder. Hoe achtelijker het antwoord wordt, hoe beter. Leg dit spel dan uit eerst. Ja, maar kijk, Jan, het is een vrouw die punten geeft. Dus als het niet ja, heel... nee, ik snap het. Nou, dan gaan we dan. Op naar de tweede ronde. De tweede ronde is de biepjes en de balkjes ronde. Team 1 krijgt een social media poster die dat kan zijn van een BN'er, van een influencer of van het andere team. Er ontbreekt meestal iets en het is aan jullie om te gokken, te raden of gewoon te weten wat er onder dat balkje moet staan. Volgende is een video voor het team van Fabian. Het gaat namelijk over Enzo Knol. Wat ontbreekt er in het volgende fragment? Als je wil gaan stoppen en je komt mij tegen, kom naar mij toe, geef me je f***, ik geef je een tientje. Crackpijp. Een crackpijp? Crackpijp. Wat zeg jij? Ja, het antwoord is vape. Is het vape? Wil jij een speekblaasje? Oh, dat vind ik wel lekker, dankjewel. Pardon. Maar? Hij mag geen speekblaasje. Een vape? Ik vind het echt zo lekker als ik er van... Hé, hey, zou ik je even wat vertellen over Enzo Knol? Nou, goed eens. Ja, maar ik echt... Die gozer die pakt dus van een of andere tienertrukje zo'n vape af. Nou, ja. Dan zeggen we, ja, geef mij die vape, hier die tientje, hè, Enzo in zijn Ferrari. En, want het is heel slecht voor de jeugd dat ze vapen. Mm-hmm. Maar vindt Enzo dan niet slecht dat die jeugd elke dag naar uren voor die kutfilmpjes van hem zit te kijken? Hoe die lamlul met een miljoen op de bank door de McDonald's rijdt en dan zegt hij, oh, ik ga even lekker Big Mac halen. En dat is het dan. En die kinderen hadden ook buiten kunnen spelen. Of bijvoorbeeld elkaar kunnen ontdekken in het bos. Is het niet zo dat jij... Waarom krijg je dit ook een applaus? Ik moet wel weten dat u toch een beetje over het onderwerp gaat. Ik had dus ooit vernomen dat jij ooit betaald bent door de tabaksindustrie. Nou, dat heb jij niet vernomen. Kon je gewoon uit de krant lezen. Ja, dat klopt. Ja, netjes. Dit is onderwerp onze die rol bij Bangladesh die mensen. Ho. Ik schaam me helemaal nergens voor, hoor. Nee, ik ben rijkelijk beloond door de tabakindustrie om een campagne... Ze konden geen gezichten voor... Niemand wilde zich daar verleden. Ja, snap ik. Ja. Maar wie doet dat nou? Nou ja, toen belden ze mij op. Toen zei ik, ja, wie doet dat nou? Toen noemden ze een bedrag. Zei ik, ja, ik. Nee, joh, ik kreeg... Was tegen roken op terrassen verbieden? Nee, ofzo, het ging over dat de overheid zich niet moest bemoeien met wat mensen, volwassen mensen doen. En als mensen zich dood willen roken, vind ik het ook helemaal niet zo'n groot probleem. Dus ik zei, joh, laat mensen het zelf bepalen. Dan kreeg ik 80 rooi voor. Nou ja, ik denk... Ja, ik wil dat hier nog wel een keer zeggen, maar wel voor 80 rooi dan. Nee, joh, maar ja, ik werd omgekocht. Ja, kan mij ik doe het nu graag. Nou, voor 80.000 euro had ik alles geroepen wat mensen... Dan had ik gezegd, gooi die poorten maar open. Laat al die mensen uit Afrika maar komen. Ja, kan mij nou schelen. Dat maakt mij maar uit. Ja, het klimaatprobleem is een heel groot probleem. 80 rooi doe ik alles. Jan, even tussendoor. 80 rooi en seks met Dominique Weesie? Even de posities doornemen. Jij ontvangend? Zet die poort maar open. Ja, het pijn in je reet voor 80.000 euro. Ja, sorry, maar is dat een probleem voor jou? Ik heb Dennis, die is net uit de kast gekomen en wij delen dezelfde kleedkamer, dus ik... Dan krijg je geen pijn. Maak je niet meer mislukte homograf, maar... Hoogstens jeuk. Laten wij gauw doorgaan ook naar de volgende vraag. En die is voor het team van Rick. Weer een videofragment. Kijk even mee. Nee.
Scored. De allereerste keer en het was een snelle. Mag ik deze nog even één keer? Want ik was kan dat ja. überhaupt nog ja, één ja, keer? Ja, tuurlijk. Denk het. Techniek. Je wil gaan stoppen. Nee, Fake! Nee. Scored. De allereerste keer en het was een snelle. Wat is dit? Wat was dat? Het is YouTuber Acid in een Vlaamse rechtsgebouw. jij bent van het shownieuws. Dit is ik heb ook niemand waar ik het over heb. Maar wat was het überhaupt? Dat is de vraag inderdaad. Waar gaat dit over? Is dit een non-binair-achtig figuur of niet? Wat is dit? Het is een hartstikke gespierde, mooie man. Ja, dat zegt heel weinig tegenwoordig, vriend. Maar ken jij daadwerkelijk Nathan van de Gunst niet? Nee. Ken jij Nathan van de Gunst? Ja. Wij hebben ook wel eens uitgenodigd. En wat zei die? Nee, ik kreeg geen reactie. Nou, hier bij deze pakt de camera. Ja, maar, man. Ja, maar kijk, Jan doet in de voorbereiding van de uitzending niks. Dus die... Dat is wel waar. Dus dan begin je op te nemen, dan ziet hij alles voor het eerst, zeg maar. Ik zeg altijd dat goed is voor de show, dat ik spontaan dingen van zie. Netjes. Ik heb gewoon geen zin in voorbereiding. Nee, maar even, vertel jij dat even dan? Ik ken die man niet. Wat is hij? Hij wordt dus aangeklaagd door de ouders van een studentenvereniging. Jochies. Vanwege? Heb je gehoord van de zaak Sander Dia? Sander Dia? Ja. Nee. Nou, dat gaat echt een hele lange show worden op die manier. Misschien kunnen we beter gewoon door en gewoon deze punten gewoon weggeven. We staan achter, pik. Oké, hele korte samenvatting. Sander Dia was een student in Vlaanderen. In Vlaanderen is er een studentenvereniging, de Reuzengommers. En de Reuzengommers doen altijd aan de ontgroening. Bij die ontgroening was Sander Dia met twee andere nieuwelingen samen in een bak gezet in het water buiten. Het was heel koud. Ze moesten, hoe heet het ook weer, visolie drinken? Ze moesten heel veel visolie drinken. Er werd over hen heen geplast. Sander Dia werd onderkoeld, werd naar het ziekenhuis gebracht. Alleen veel te laat. De studenten waren nalatig. En daar is hij overleden. Dat is de samenvatting. Het is een klein detail. Nou, het heeft heel veel vissaus gekost. En dat is gewoon een... Ik dacht dat het Omega 9 juist heel gezond was. Maar ja, dat zie je maar Sander Dia. Kijk, het hele ding is, die studenten die worden aangeklaagd voor moord. En ze zijn in principe bijna allemaal vrijgesproken. Kleine geldboete met een kleine taakstraf van 40 uur of zo, toch? Oké, maar wat heeft die transsexueel wel ermee te maken? Nou, hij heeft gezegd, ik ben het er niet mee eens. Die mensen mogen niet anoniem leven. Dus hij heeft een video gemaakt waarbij hij alle namen, foto's liet zien. En nu is het grappige aan de situatie dat hij waarschijnlijk een hogere straf gaat krijgen dan de studenten die Sander Dia hebben vermoord. Ja, dat is wel grappig, ja. Ronde 4! Nee, ik heb, maar wat is nou eigenlijk de vraag dan? Of heb je het antwoord De vraag was eigenlijk, waar gaat het over? Maar dat is nu al wel beantwoord. Ja, maar sorry, heeft er geen punten. Want je hebt de vraag zelf beantwoord. Nee. Vertel het hem. Hij wist wie Sander Dia was. Ik wist het gewoon, hè. Ja, maar dat ging niet. Ik kan het niet uitleggen. Emmy, die meid... Ik vond het wel een rare vraag. 6-5! Yes! Hou jij hier niet gek van onder de duim? Ja, je krijgt zo je medicatie, rustig. Hou je bek, Bardo. Oh. Heb ik vroeger opgehaald hoor, geeft niks. Hij ging ook met het busje naar school, jij ook? Maar nee, laat maar zitten. Waar het volgens mij om gaat is dat die ontgroening... Wat ben je nou aan het vertellen? Ja, nou, wat ik wilde... als je vast zit in je groep, duw maar uit. Het is best wel erg. Ja, wat ik wel weet... Nee, daar ga ik hem afmaken ook af, Kees. Ja, maar hoe lang duurt het dan? Het is niet dat Scatman John er doorheen komt dat ik opeens van mijn stuk ben. Nee, waar het mij om gaat. Wat voor domme naam ik deze bek hou. Waar het mij om gaat, is dat het wel gek dat je als studentenvereniging iemand vermoordt. Ja. En dat je dan gewoon feitelijk wordt vrijgesproken omdat het zogenaamd ontgroening is. Dat is toch wel een beetje raar. De advocaten van die studentenvereniging zeggen dat het geen moord is, want er is geen voorbedachte rader. Dus dat ten eerste, dan kunnen ze jou dan weer voor aanklagen. Ja, maar er zit toch ook een element in dat Sander... Anders doen jullie dit gewoon even na de show. Ja, makkelijker denk ik. Goed, laten we even kijken naar de tussenstand met een paar mooie klanken weer van mijn nichtje. De tussenstand is 10 punten voor het team van Jan en min 2 punten voor het team van Dennis. Hey! Ja.
En dan gaan wij weer door naar de volgende ronde. Hey! Hey, ik ga pissen. Wil je even pissen? Ja. Ga even pissen. Ja, jongens, ik vond het mooi geweest. Bedankt. Ja, kijk eens. Nee, ik heb een zwakke blaas. En ik drink ook heel veel bier. Ja. In ieder geval, als jij de Cancelshow ook wil steunen, dat kan. We zien je graag 20 en 25 september bij de opnames. Thecancelshow.nl, er zijn nog kaartjes beschikbaar. En anders even via het linkje in de beschrijving. Kan je makkelijk een kleine donatie support of wat dan ook geven, zodat we dit vaker kunnen doen. Dan gaan we ronde nummer 3, de statementronde. Ik ga zo meteen 3 statements voorlezen aan 1 team. En 1 van de 3 statements is gegeven door het andere team. Het is te raden aan jullie dus welk statement waar is. De 3 quotes. Ik heb een keer pannenkoeken gegeten die gemaakt zijn van borstvoeding van mijn zus. Ja, dat is de Dennis Schouten van zijn GroenLinks zus. Ja, dat is echt waar. Volgende. Vrouwen willen gewoon volgetankt worden met sperma. Oh, nee, de eerste. Ja, de derde. Maar die tweede is ook van mij. De tweede ook, dat moet je niet zeggen. Dat is... Ik kan me niet voorstellen dat er bij Dennis veel uitkomt. Het is niet echt vol tanken of zo. Meer een beetje. Ja, toch? Nou, hij doet het met druppelt er meer een beetje. Met hele kleine jongen. Meisjes, dat zit snel vol. De derde die we hier hebben staan. Als een man af en toe met een ander gaat, zeur niet zo, dat hoort er gewoon bij. Maar die is ook van mij. Nee, ik snap het niet meer. Ze zijn alle 3 van mij, dat kan toch niet? Die laatste is Aristoteles, denk ik. Die laatste is Aristoteles. Als een man af en toe met een ander gaat, zeur niet zo, dat hoort er gewoon bij. Ging wel eens de Grieken ook wel. Maar we moeten er eentje kiezen? Ja, of zeg je voor mij ook altijd alles zeg hoor. Nou ja, het zal me niks verbazen dat het allemaal uit hem komt, maar de eerste weet ik in ieder geval zeker. Dus dan, ik heb een keer pannenkoeken gemaakt of gegeten die zijn gemaakt van de borstvoeding van mijn zus. Ja, dat is zo GroenLinks. En vrouwen willen gewoon volgetankt worden met sperma. Ook van absoluut. Dan zou ik het dan maar zeggen. Ze zijn inderdaad alle 3 van Dennis. Ja, dan meteen door. Ja, zo is je niet, Jan. Voor team van Fabian. Ja, maar even, dit heeft toch uitleg. Hoezo heb jij pannenkoeken gegeten van het bord? Die vrouw. Dat jullie ook gewoon doorgaan of zo. Ik weet niet helemaal wat. Hoezo, dit moet toch uitleggen? Je kan toch niet. Jezus, kijk. Nou ja, goed, ze heeft nu net 4 dagen op de A12 gelegen. Maar er was een periode. Voert het daar lekkerder van? Nee, maar er was een periode, toen werd ze voor het eerst moeder. Ja? En dan kom je vaak langs en dan heb je een neefje. En pannenkoeken kregen we dan. En dan is het, nou ja, goed. Vind je lekker? Ik ben niet echt een pannenkoekenman. Dan zeg je, nou ja, prima. Dus nou ja, dat is wel grappig, is van mij. De borstvoeding is heel. Nee, dat heb ik pas gezegd. Serieus. Ja. Ah, dat is verhaal, joh. Maar ik snap niet oh, ja, ik snap niet ook dat jij je familie niet meer wil zien. Dan zou ik ook gewoon. Dan zou ik wel een nice vinden. Je moet jou vragen waar zijn vader die pannenkoeken van maakt. Hele schultige pannenkoeken. Karamel zeezout. Zeker. Laten we even kijken naar een filmpje van de antwoorden. Maar als een man af en toe een keer met een ander gaat, zeur niet zo. Dat hoort er gewoon bij. Er zijn echt veel vrouwen die vinden het fijn als ze goed worden volgeblazen. Dat is echt waar. Jij hebt pannenkoeken gegeten die gemaakt is van de borstvoeding van je eigen zus? Ja. Het zijn toch eens vieze mensen uit het oosten. Ik vind het wel lekker makkelijk dat je was ook gewoon iedere keer bij toen je het zei. Dat maakt het wel een beetje een inkoppertje. Ik weet niet wat de redactie allemaal aan het doen is. Ik had wel voorkennis. Je had wel voorkennis, ja. Nee, maar jij schrijft ook wel eens mijn teksten. Dat klopt, als het grappig wordt dan. Schrijf je serieus iets voor hem? Nee, ik kan niet lezen. Dan nu voor het team van Fabian 3 statements. Oh ja. De eerste. Als ik een donker persoon met een haring zie, sla ik hem uit zijn handen. Sowieso, Rick Broers. Nee. Ja. Belachelijk. Volgende. Ik vind dat donkere mensen niet mogen vliegen. Kan niet. Dan moeten ze dus bij boot komen of zo. Donkere mensen mogen niet fietsen. Een van deze 3 is gezegd door het andere team of alle 3 je of 2. Je wijst wel vast naar Jan, geloof ik. Vind ik ook wel fijn. Hoezo? Hij wees ook echt naar Jan. Hij wees echt gewoon letterlijk. Even deze op het andere team. Nee, ja, 1 en 3 is van Jan. 1 en 3. Yes, dus voor de duidelijkheid, als ik een donker persoon met een haring zie, sla ik hem uit zijn handen. Die is van Jan. Ja. En 3 is, donkere mensen mogen niet fietsen. Dus dan heeft Jan alleen niet gezegd, ik vind dat donkere mensen niet mogen vliegen. Nee, dat heb ik ook gezegd. In dat geval zijn ze ook allemaal van Jan. Wat een makkelijke ronde is dit, Bardo. Dus ik vind dat donkere mensen ook niet mogen vliegen. Als ik een donker persoon nu met een haring zie, die sla ik hem uit zijn handen. Hé, hey, dat is onze haring. Dat mag niet. Het enige wat jij mag eten is een banaan. Mag een donkere man op een fiets rijden? Nee, dat is een blanke uitvinding. Hij gaat maar lekker lopen.
Ja, je kan nu vragen om een uitleg, maar misschien moet het gewoon maar zo houden. Nee. Was er context? Ja, er was context. Lee Sara, die is bekend onder grote tieten. Dat is een influencer. Tenminste. Ze komt hier te gast, hè? Dus, leuk. Misschien een hele goede aan. Maar die was van TikTok gegooid, omdat ze vlechtjes in had. En dat alleen donkere mensen mochten vlechtjes. Oh, dus dat was cultural appropriation of zoiets. Ja. En toen zei ik, nou, als we op die manier gaan doen dat blanke mensen geen vlechtjes meer mogen hebben, dan mogen donkere mensen geen haring meer eten, want die is dat van ons. En fietsen en vliegtuigen en eigenlijk de rest. Ik geloof niet dat ik het zeg, maar dat maakt het daadwerkelijk iets minder racistisch dat je dat zei. Ja, nou ja, het is, nu lijkt het wat genuanceerder. Is het minder dat leuk? Dat is niet leuk. Nee, dat knippen we eruit. Dat komt, Nee, maar ik vind ook dat ze niet het park in mogen en het openbaar vervoer. Het land? Nee, ook. Nee, maar dat ging over dat vlechtjes alleen voor blanke mensen waren. En ik vind het vervelend, het lijkt me leuk dat we van elkaar dingen overnemen. Bijvoorbeeld AIDS. Dat is bijvoorbeeld een Afrikaanse uitvinding. Nou, wij hebben elektriciteit. Het is gewoon. En aan het einde van de derde ronde gaan we nog één keer kijken bij mijn nichtje voor de tussenstand. 2020. Zo. Dan de volgende ronde, dat is de Wappie Wokeronde. We laten een paar zeer politiek correcte nieuwtjes zien en daar mogen jullie dan je mening over geven. Het team met de meest politiek correcte antwoord verliest alle punten deze ronde. Dus let er een beetje op dat je niet alles gaat verliezen. We hebben dus een foto. Eerst even wat achtergrond bij deze foto. Een vrouw staat trots op de foto met haar dochter van 6, die ze heeft meegenomen naar een XR-demonstratie. Ze heeft hiervoor van de politie een melding gekregen bij Veilig Thuis. Nu is de vraag, noem 3 voordelen van het meenemen van een kind van 6 naar een XR-demonstratie. Nou, stel dat de politie hard optreedt en met zo'n lange lat gaat meppen, kan je je kind er zo voordoen. Ja, dat is toch vaak bij mensen die heel ideologisch zijn, dat ze uiteindelijk hun kinderen meenemen in dat gebeuren. Dat deed Hitler natuurlijk ook heel vaak. Maar mijn zus heeft nu ook, zeg maar, mijn neefje meegenomen naar de A12. En nu probeert haar ex-man de voogdij van haar af te pakken. Echt? Dat zal wel goed voor haar zijn. Voordeel, ja, dat is wel een voordeel. Ja, ze is geen goede moeder. Dus, wat is dan het argument ook? Het kind moet eigenlijk naar school of zo? Nee. Anders bespaar je nog op een dag je kinderdagverblijf natuurlijk. Als het op zaterdag is, dat gaat ook weer in de kosten. Ben jij ooit, heb ik dat nou gehoord dat jij lid bent geweest van... Nee, dit heb je ooit zelf gezegd volgens mij, maar dat wilde ik dan wel weten. Ja, dat jij lid bent geweest van de Free Jos Brecht Movement. En we hebben net nog een oproepje gedaan voor de donaties. Ja, maar ik heb een verbod van Jan om dat verhaal te doen. Maar, dat is wel waar. Ja, maar jij verhaal niet dat mag doen. Dat is wel ziek. Maar kan Jan het verhaal dan niet voor je doen even? Ja, dat is voor Jan. Wat mankeert hem, dat hij Jos Brecht vrij wil hebben? Nee. Nou, kijk, weet je wat het is? Dan begin je altijd met alle respect en daarna maak je iemand helemaal kapot. Dennis heeft natuurlijk een verleden. Ja. En dat heeft met die moeder, met dat busje naar school. En die zat op de sociale werkplaats. En Dennis was daar het mannetje. Mm-hmm. Want die maakte grappen over, animal sex en zo. Dat dan zei hij, en een paard en een neukje. En deed al die andere. Ja, en dat is een beetje blijven hangen. Dus op een gegeven moment zegt hij. In die uitzending Free Jos Brecht Movement. Maar dat vind ik dat helemaal niet leuk. Hoe dat is gaan. Dat is echt een organisatie natuurlijk niet. Dat heeft hij met Chico gedaan. Nee, hij vindt het dan grappig. En ik krijg een verontrustend telefoontje te volgen. Maar hoe doe je dat dan? Nee, hoe dat ging. Hij bedoelt het grappig. Mark van der Linden. Het is wel grappig. Het ging op de foto met Queen Elizabeth. Maar dat bleek dat dat een Photoshop was. Ja. En toen zei Jan, met wie ben jij allemaal wel niet op de voren geweest? Zei hij, met Bergkamp zo. En toen zei ik, ik wil er niet over opschermen, maar ik ben ook ooit een keer. Dus zei ik, hier ziet u een foto van mij met Jos Brecht. verschrikkelijk. Toen zei ik, dat was bij de Free Josdag, maar dat was een grapje. Oh. En allemaal boos. Leuk grapje. Ja. Ja, kinderverdachte, kindermoordenaar, kun jij het schelen, ja.
Satire. Let's go. Ja. Het is ook wel mooi dat je kind van 6 naar de vrije Jos Brechtdacht meeneemt. Dat zou mij wel vallen. Ja, ja, dan hoef je maar 1 enkeltje terug te komen. Deze gaat zelfs voor de cancelshow te ver, denk ik. Ja, ja. De railroader is nooit meer geweest wat het was. Ja. Laten wij verder gaan naar de volgende foto. Deze foto. Maar eerst even wat achtergrond ook bij de foto. Als je tegenwoordig subsidie wil om een film te maken van het Filmfonds en elke Nederlandse film draait op subsidie, dan moet je een CO2-plan indienen aangaande hoeveel CO2-uitstoot de film zal produceren. Een zogenaamd Carbon Action Plan. En hier was ik even benieuwd. Wat zijn 3 voordelen van een klimaatneutrale film? Zijn we eindelijk van Floortje Dessing af? Ookbaar. Ik zou ervoor tekenen. Floortje naar het einde van Beverwijk Noord. 8 delen. En sowieso, ik heb ook geen idee waarop je moet besparen bij zo'n film, als je dat wil doen. Nou, niet heel ver vliegen toch, om een film te maken? Gewoon binnen te langer. Ik kan zeggen, we gaan helemaal een Nederlandse film maken in Afrika en dan met z'n allen die kant op, maar dat is zo handig. Precies, dus dan ga je allemaal witte mensen zwart swinken. En dan met green screens, ja. Voor je CO2-plan. Ja, maar een klimaatneutrale film maken, dat kan helemaal niet. Ja, je kan een paar extra bomen planten, toch? Nou ja, bijvoorbeeld als je in de natuur doet, in de Brunsumer Heide of zo, dan... De Brunsumer Heide. Wat erg. Oh, ik wist wel dat mensen de details niet kennen. Oh, dit was een Jos Brecht. Ja, dit was een Jos Brecht grapje. Ja, dat kan echt niet. Ja. 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 Ik heb wel het gevoel dat ons team of heel hard gaat verliezen of heel hard gaat winnen. Maar ja, of heel lang in de gevangenis zit. Maar het voordeel daarvan is ook dat je geen figuranten hoeft in te huren. Want die haal je gewoon uit een tentje op een camping verderop. Niet leuk? Niet leuk? Ja, ja, prachtig. Nee? De vroeg. Ja, ik moest het wel denken bij het vliegen. Ik zag laatst bij Roddelpraat bij jullie nog een hele discussie over UFO's en aliens. Ja, vliegen toch. Jij gelooft dat aliens bestaan, toch? Ja. Dit is zo. Oh, dit is zo. Ik hoop. Kijk, dat uit Dennis. Kijk, Dennis. Heeft heel veel die loopt helemaal krom voor het rugzakje. Dat uit Dennis dit soort onzin komt, prima. Maar dat gaan we toch niet herhalen? Het enige wat ik heb gezegd is dat het nogal wetenschappelijk moeilijk te zeggen is. Dat er geen levend organisme in het heelal bestaat naast ons. Maar dit is vandaag in het nieuws komen. Dit is vandaag in het nieuws komen. Ik heb vandaag ook wel weer gelijk gekregen, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Maar het gaat er meer om dat hij dan zegt: oh, je gelooft in UFO's! Ja, je kan zeker praten met aliens! En zeg ik nou nee, ik zeg alleen dat het hele al wat we niet kunnen overzien, dat het een beetje vreemd is uit wetenschappelijk oogpunt, om alleen te zeggen dat wij het enige levende organisme zijn in het hele gebied, wat we niet eens kunnen overzien. Haha, jij bent zeker dat je bent gehaald door E.T. Ik heb godverdomme gestudeerd, en dan zie je, dat is mijn werk. Geloof je dat dan niet dat er gewoon af en toe gewoon een paar levende cellen zijn die ergens rondzweven? Ja, nee. Nee, ik ben daar gewoon niet mee bezig. Nee. Maar dat is wat anders. Nee. Hoe hou jij dit vol, Jan? Lastig, veel drank. Ja, ik heb het eerlijk toe. Ik ben alcoholist geworden sinds ik met Roddelpraat maak. Ja, dat is wel waar. Want je zit ernaar te lijken. Kijk, als Dennis, die Dennis staat dus zeg maar in Harlingen. En dan ziet hij dus de Waddenzee. Dan ziet hij de vissen. Vissen zwemmen. En als je vraagt van, denk je dat een zee verderop ook vissen zwemmen? Zegt hij, nee, dat kan ik niet zien. Nee, dat kan ik niet zien. Daar zit niks. Maar dat kan ik niet zien. Als ik niet kan zien, is het niet. Ja, en dan praat je ermee en denk ja. Laten we gaan naar de ene laatste foto voor deze ronde. En dat is deze. Actrice Joy De Lima zegt in een interview in de Trouw: ik merk dat ik steeds meer behoefte heb aan zwarte mensen om me heen. Ja. Niet omdat we alles over hetzelfde denken, maar over het mens zijn. Het zwart zijn hoeven we elkaar niks over uit te leggen. Dan is de vraag hierbij, noem 3 voordelen van alleen maar witte mensen om je heen. Ja, hier ga ik me echt niet aan branden. Ja. Laten we eerst kijken bij jullie. Waar hebben jullie Zet 3 desken en je hebt de cancel show. Maar ik vind ook wel dat het publiek hier heel wit is. Ja, is het te wit? Ja, wel heel wit. Als iets te wit is voor Dennis, dat is sterk. Nee, ik vind het mooi zo. Maar Wat heb je liever? Heb je dit publiek liever of meer diversiteit? Nee, maar ik had jou van tevoren gebeld. Dat is te raar. Ja, jij vroeg of het publiek wel wit genoeg. Nee. Heb je dat gedaan? Ik dacht nog, hij zit aan een drugsmout. Nee, maar ik wist wat voor een uitzending er vandaag kwam. Dus ik denk, moeilijk. Je hebt iets over Boef gezegd, geloof ik. Ja, precies. Dus ik denk, als ze dan allemaal van dat soort volk zit, dat is dan gedoe. Maar ik zie Jan Pijns te kijken. Je denkt, ik ga me hier niet aan branden. Nou, kijk, je hoeft mij. Je kan me wakker maken voor een racistisch grapje. Alleen, ik moet eerlijk zeggen dat. Ja, ja ik,
ik zou niet. Ik geloof namelijk. Het lijkt me heel vervelend om alleen maar blank omheen te hebben. Maar ik gebruik de term wit niet. Omdat ik vind het een beetje een onzin term. Want het is een soort activistische taal wat we hebben overgenomen. Wat ik heel raar vind van dit soort dingen. Maar ja, het moet misschien ook maar een keer gezegd worden. Stel nou dat ik zwart zou zijn. Mm-hmm. Stel nou dat ik nou zwart zou zijn. En op een dag kijk ik om me heen en denk ik, vind Nederland niet echt zwart genoeg. Dan zou ik toch gewoon dat de terugweg pakken over de Middellandse Zee en denk ik, back to Africa. Dan zeggen mensen, dat mag je niet zeggen. Maar als je denkt, van ik heb toch liever wat donkerder om me heen, dan moet je in Oeganda gaan zitten. Je kan er moeilijk in Nederland zitten en die zegt, godverdomme, zeg jij. Wat is hier verschrikkelijk plat, ik wil berg. Ja, dan moet je naar de Alpen. En als je heel veel donkere mensen om je heen wil hebben, dan moet je naar Afrika. Ja, dit is toch helemaal niet raar wat ik zeg? Ik snap je. Die zit me zo stom aan te kijken, dat is het. Nee, ik zat gewoon te denken, als jij zwart zou zijn, ik denk dat je dan heel erg zou lijken op Premra de Kishoom. Wat ik nou wel wil zeggen over die mevrouw, want we hebben al besproken in de uitzending, toen keek ik wat ze had gedaan, zij is actrice. Mm-hmm. Maar zij speelde ook, nu ze dit zegt, ben ik de hoofdrol in de serie over de Bijlmerramp. Dus toen heeft ze wel even haar wens ingevuld. Ja, maar dat was omdat iedereen zwart geblakerd was. Ja, maar als er één iemand is die iets weet van allemaal witte mensen om je heen, dan ben jij dat. Hoe is dat, Dennis? Opgroeien met alleen maar witte mensen om je heen. Dat is prachtig, maar dat had ik pas echt door toen ik 3 jaar in Almere had gewoond. Wat dan? Ja, dan zit je tussen dat spul. Het is nog steeds satire, hè? Het is nog steeds satire. Ja, maar dat is het mooie, dus dat je denkt, de cancel show, dan verzint hij een grap, maar hij is gewoon serieus. Maar dat is wel echt waar, want zeg maar glade broer. Nee, ja. Dit op je gesprek, welk was... Deze ronde hebben we gewonnen. Denk het wel, ja. Nee, maar kijk, zeg maar, in Glanenbrug heb je dan echt heel dom volk. Dat blijft in Glanenbrug. En dan, zeg maar, ga je ineens vanuit Glanenbrug, moest ik dan voor het werk naar Almere, want ik moest dicht naar Amsterdam, en dan kon ik dat betalen. Mm-hmm. Nou, dan zit je ineens tussen allemaal dat, vlak bij Muziekwijk, bij de Gespuis en zo. Allemaal niet prettig, en dan ga je het winkelcentrum in, en dan staan ze met scooters voor dat vind ik al, ja, dan moet ik oppassen, wat ik zeg, maar vind ik niet prettig. En dan woon ik in Enschede en dat is dan de mooie middenweg. Dat is dan dus het voordeel van alleen maar witte mensen om je heen. Je hebt meer ruimte op de snelweg. Ja, maar dit was naast mijn deur. Oh, je hebt meer ruimte voor je deur. Hey, je hebt überhaupt meer levensruimte, maar dat is een beetje een ouderwetse tekst. Precies, levensruimte. Ja, dat is een beetje een ouderwetse tekst. Weet je wat, wij gaan dan gewoon lekker wat leukers doen. En dat is de laatste foto van deze ronde. Steeds meer jongeren blijven langer thuis wonen. In 2013 was 40% van alle jongvolwassenen die het ouderlijk huis verliet nog scholieren student. In 2019 is dit nog maar 28%. Ook gaat nog maar 8% van de 18-jarigen uit huis. Mijn vraag is dan ook, noem 3 voordelen van kinderen die tot hun 50ste thuis blijven wonen. Ja, ik heb liever dat ze sneller gaan dan later, als ik heel leuk ben. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, nee, maar misschien kan je dit wordt niet echt uitgezonden, toch? Waarschijnlijk. Nee, maar mensen zeggen, leuk, je hebt kinderen, zo leuk. Nou, ik vind er echt helemaal niks aan. Nee? Nee, het is echt, nee, het is een handrem op het leven. Dus alles wat leuk is, kan niet meer. Heb je ook een favoriet kind? Of heb je er maar één? Nee, ik vind ze alle 3 echt totaal niet leuk. Wat zijn de meest negatieve aspecten van je kinderen? Nou, dat is die teringmoeder van hun, maar... Nee, maar ik. Nee. Ja. Maar je hebt wel een kind genomen en toen dacht je, ik wil er graag nog 2. Nee, ik heb een kind genomen. Die mislukte en toen dacht hij nog 1 keer proberen. Nee, en toen zei mijn ex-vrouw, ik wil 3. Nou, ik zag die ene al bijna niet zitten. Ja, handje klap begonia, uiteindelijk op 2 uitgekomen. Denk je, ik krijg een kut wijf en tweeling. Nee hoor, ik vind er niks aan. Het is verschrikkelijk. Het is ook niet leuk. Ik heb ook bepaalde auto's moeten inruilen vanwege ruimte. Weet je wel. Ik moet nu weer een nieuw huis kopen, want die jongens zijn 13. Die liggen met z'n 2 in een 1 bed.
Nou, die liggen nou ja, dat is niet meer gezond, zeg maar. Mm-hmm. Dat is ook raar, dan maken ze wakker, dan worden ze, die hebben gasten, die zijn 13, dus die hebben allemaal zo'n odel. Dan liggen ze eerst lepeltje tegen elkaar aan, dat is tweeling, hè. Zijn ze gewend vanuit de buik. Ja, en dan zeg ik, jongens, wakker worden, moet ik brood maken voor de klerenlijst, ook zo verschrikkelijk iets. En dan zeggen ze, oké, pap, doen ze die lakens af. En dan stappen ze allebei met een stijve eruit. Wel een beetje veel informatie, maar... Nee, maar dan zeg ik ook van, ja, ik snap ook wel dat je bij je moeder in de buik tegen elkaar lag, maar op een gegeven moment moet je denken van, moeten we dat nog wel doen? En er is altijd eentje met pijn in zijn reet, het is altijd gezeik. Nee, voor mij had het niet gehoeven. Als je vanaf 15 jaar nog steeds abortus kon plegen, dan had ik dat gedaan. Nou ja, ik weet, Rick, jij hebt nu net je eerste huis gekocht. En je hebt een vriendin voor al 6-7 jaar. Ben je niet aan toewerken naar... Nee, we hebben een specifiek geen kinderwens. Nooit. Het leek ons fucking vet om dan op een gegeven moment het huis afbetaald te hebben, dan gewoon daadwerkelijk veel geld te hebben om leuke dingen mee te doen. Ja, nou dat is. Ja. Maar echt, ik heb altijd het idee alsof kinderen nemen een soort valstrik of zo. Iedereen die kinderen heeft, doet alsof het heel leuk is. Mm-hmm. En dan heb je van, oeh, ik mis wat, ik moet ook kinderen nemen. Ja. En dan zeggen ze, haha, je bent erin getrapt, tering sukkel. Ja, en bij jou is het probleem natuurlijk als je kind op een gegeven moment 5 is, dat hij er volwassener uitziet dan jij. Ja, dat is wel waar. Lijkt me ook niks. Nee. Dat iemand vraagt van, Wat heb je een lang kind? En dan zegt hij, nou dat is mijn vader. En voor jou Dennis, zou jij er ooit aan beginnen? Nou, ik heb toch ooit jouw vriendin. Dankjewel Dennis. Hij is er aan begonnen eigenlijk. Dan nee, weet je ook een abortus, toch? Ja, we weten allemaal hoe jij het hebt opgelost toen je mijn vriendin had bezwangerd. Mijn manager heeft erop moeten bellen van, hey, kan hij niet even een abortus doen of wat? Ja, dat nee, arme meisje, die zat daar thuis, hè? Was chic. Dat is heel chic. Je manager laat bellen, doe eens abortus. En toen dat niet genoeg druk was, kwam ook nog vervolgens Wilfred Gené erbij, Peter R. de Vries. Ja. Ik heb toen het ook nog wel een paar van die berichtjes van Dennis geluisterd, want die had jouw vriendin opgenomen. Moet ik even telefoon pakken? Ja, er was er één hele goeie waar hij voor de compleet omgekeerde strategie ging. Deed hij juist of hij dat kind heel graag wilde. Dan zei hij, ja, ik wil eigenlijk wel een kind en ik heb al een naam. En toen wilden ze pas echt die abortus hebben. Nee, dat was geen strategie. Wij gaan toewerken naar de allerlaatste finale ronde. We gaan kijken welk team heeft gewonnen, welk team heeft verloren. En daarvoor gaan we kijken naar mijn nichtje. Wie heeft er gewonnen? Poppy. Het team van Jan heeft gewonnen. Wow. Mijn team. Het is een speciaal team. Dat betekent dat het team van Fabian gewoon te laf is geweest. Om maar ik heb Jos Brecht er zelfs in. Jij hebt Jos Brecht. Heb je de hele lijst van Jan gehoord? Ja, ik was zeggen, dat klopt wel, ja. Nou, ik heb hier wel mijn roddelpraatmomentje, want even een klein oproepje. We gaan vanaf nu elke week opnemen. Dus mocht jij het leuk vinden om hierbij te zijn, dat kan. Check even de cancelshow.nl voor kaartjes. Het is een hele leuke volle zaal. Vinden jullie het een beetje leuk? Ja. Maar je bent van harte welkom bij de opnames van 20 en 25 september. Plus, je mag ons ook altijd steunen bij ons natuurlijk. Maar dan check het allemaal even via de cancelshow.nl. Linkje in de beschrijving als je ons wilt supporten. En we zien je graag volgende week of de week daarna. 20 en 25 september. Dan. Mogen wij ook een donatieoproepje doen? Wil je dat even doen? Ja, doe maar Jan. Of, wilt u de cancelshow steunen? Dan kan het op thecancelshow.backme.org. Thecancelshow.backme.org. 5 euro'tjes aan, zodat we dit prachtige programma kunnen maken. Maar we willen ook iets terug doen. Een kleine sjeste. En daar geven we jullie thuis, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van de cancelshow. Volgende week, wanneer zijn de volgende opnames? Volgende week woensdag. Dat is op... Volgende week gaan. 20 en 25 september. En ook iedere woensdag roddelpraat. 6 uur op de YouTube. Check de cancelshow.backme.org. En wij zien jullie graag volgende week. Tot dan! Jeetje, wat een show weer. Dat was die Jan Reus op dreef, zeg. Man, oh man. Die serpent moest even wakker worden, volgens mij. Wil je nou nog meer zien? Klik op die video's.